ZFM. Ready? Welke track ga je doen? Last a Friend. Last a Friend, Storksky, live op 3FM. Putten met het NOS Journaal. De marechaussee heeft in het havengebied van Rotterdam 10 Albanezen ontdekt in de koelruimte van een vrachtwagen. Ze zaten verstopt tussen een lading fruit en hoopten met de boot naar Engeland te varen. Volgens RTV Rijnmond hadden ze het koud, maar maken ze het goed. De chauffeur van de vrachtwagen, een Roemeen, is gearresteerd. Hij wordt verdacht van mensensmokkel. Er komt geen nieuw akkoord tussen de regering van Colombia en de FARC. Het akkoord kan nog wel worden aangepast met de mening van tegenstanders. Dat zei Tanja Nijmeijer in Nieuwsuur. De Nederlandse guerrilla-strijdster heeft namens de FARC mee onderhandeld. In een referendum wees een kleine meerderheid van het koor van de Colombianen de overeenkomst af. President Santos praat nu met de FARC over aanpassing. Het weer, vannacht bewolkt en regen of motregen. Overdag trekt de regen weg en vanuit het zuiden breekt de zon door. Het wordt 14 tot 17 graden. Zondag nog wat warmer, 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.